De standhouders aan de highway die in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OW, moeten vertrekken, krijgen andere verkooplocaties. Minister Jerry Miranda zegt dat samen met de districtscommissaris Remy Polak er locaties in kaart worden gebracht waar de standhouders permanent kunnen verkopen. De highway zal op korte termijn een rehabilitatie ondergaan. Vooralsnog mogen ze wel blijven verkopen totdat het startsein is gegeven voor rehabilitatie, zegt minister Miranda. De juridische en wettelijke status van de standhouders die daar staan is nul. Heel makkelijk ben je een ministerie die denkt, nee, het is A of B zwart-wit, waar de standhouders, u moet nu weg. Is dat correct om een man die een onderneming daar heeft opgezet? Ze werken toch? Ze stelen niet. Dus ga je ze abrupt weghalen of zeg je, is goed, laten we even ook meewerken en de DCR bijhalen om te kijken wat voor andere optie hebben voor die mensen. Dat is inmiddels gebeurd. We hebben met DC Polak gesproken, die hoofdverantwoordelijk is daar. Er worden andere opties bekeken voor de mensen nu, omdat feitelijk het project, we hebben even speling, omdat het project daar nog niet af van start gaat, dan een paar weken. Dus we kijken waar we de mensen anders gaan onderbrengen. Je kan niet schuiven en later terugkomen, want het is op de highway. Je kunt niet op een highway rijden en plotseling even aan de zijkant gaan om krabben te komen. Dat gaat gewoon niet meer lukken, dat is safety-wise niet mogelijk. Maar het zijn Surinamers als u en ik. Ik ben ook voor hun verantwoordelijk, de DC ook, dus we gaan een dusdanige optie bedenken. We zijn daar bezig mee. Minister Jerry Miranda van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie over de perikelen rondom de verhuizing van de standhouders aan de highway.